Deze video is in samenwerking met Young Ones. Daar gaan we. Zo. Ja, je ziet het goed. In deze video ben ik kapper en daarnaast heb ik nog 23 andere beroepen. Waaronder masseur. Ik ga jou masseren. Daar ben ik balans, joh. Opdraaien? Nou, ik dacht misschien niet. Maar ook boer. Of stroom. Ah, shit. Ouwe, echt? Hoorde je het niet? En schoonmaker. I know. Dit is toch best relaxed. Misschien als ik er een superleuk muziekje onder zet, dat het wel minder nasty uitziet. Er zit geen muziekje onder, hè? Maar gaat het me lukken om al deze baantjes binnen 24 uur te doen? Laten we beginnen bij het begin. 24 baantjes binnen 24 uur gaat natuurlijk niet vanzelf, dus je krijgt een beetje hulp van niemand minder dan... mij. Lina. Yes. Een groot gedeelte van die baantjes hebben we van tevoren al gefixt. En een aantal daarvan gaan we nu nog even fixen. Namelijk via Young Ones, jazeker. Yes. Inderdaad, Young Ones dus. Ik hoor je denken, wat is dat nou weer? Nou, dat is de sponsor van deze video. Woehoe! Via Young Ones kun je dus op ontelbare manieren freelance jobs doen. En dat wordt nog serieus goed betaald ook. Die staat meer dan dat ik ooit heb verdiend bij een bijbaantje. Via het platform van Young Ones kan jij als freelancer aan de slag. Jazeker. Jij bepaalt dus zelf waar en wanneer je wil werken. En dat kan op heel veel verschillende plekken. En daarom dus perfect voor deze video. Nou, de Decathlon zoekt winkelmedewerkers. Zo'n etalage inrinrichten. Dat vind ik iets voor jou. Maar liefst 10 van de 24 baantjes in deze video zijn gefixt via dit legendarische platform. Lekker. Bien. En daar gingen we. Onderweg naar onze eerste klus. Namelijk bij... Decathlon. Yes. Mooie pakjes. Wat ga jij doen? Etalateur. Etaleur. 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 Ik ben gewoon casual winkelmedewerker. Ik kom er niet uit. Ik krijg geen stress van. Weet jij misschien waar de tennisafdeling is? Tennisafdeling, ja natuurlijk. Ik loop even deze kant op, want ik dacht, ik laat je ook even de fietsenafdeling zien. We moeten natuurlijk die kant op. De tennisrackets, hè? Als ik jou was, zou ik... De duurste nemen. Ik heb hier een tent. Die moet natuurlijk opzetten, want ik ben etaleur. Zijn jullie voor verzekerd als ik het moet doen? En daar is hij. Ja. Nou, ik ben eigenlijk wat vreemd. Nou, super knap, Nien, dat je een opgooitentje hebt neergezet. Mag ik ook iets grappigs zeggen of mag dat niet in deze winkel? Nou, ik weet niet of dat... Deze kaart spaart u snel even. Ik moest me melden. Dat mag niet. Ik was vet serieus bezig. Oh, sorry, excuses. Na een uurtje zweten in de winkel zat het er alweer op. We moesten door. Wat geef jij de Decathlon? Ja, het is niet mijn baan, dus ik denk 2,5. Ik geef 2 sterren. Ik krijg echt stress van deze baan. En het is niks persoonlijks richting Decathlon, maar het is gewoon niet voor mij weggelegd, deze job. Ja, maar dat vind ik al meer lullig eigenlijk. Oké, dan geef ze 4. 3. We moeten door. Mag ik ook een beetje van die frikandel? Ja, dan krijg ik de helft op en dan voor jou allemaal. Nee, want jij eet het lekkere met de saus. Echt niet. Ja. En door naar... De auto was straat. Mocht je nou denken, is Nina weg? Of mocht je nou denken, wat een lelijk shot is dit? Nou, dat zou ik beide kunnen begrijpen. Nina is namelijk cameravrouw. Oeh. Moet ik je nu ook volgen al? Ja. Oh, maar we zitten tegen de zon in, dus ik zie nu niks. Mijn beeld is een beetje zwart. Je hoofd is niet scherp, denk ik. Ja, dan moet je scherp stellen. Hoe dan? Je gaat snel. Ben je lekker aan het filmen? Ja, ik ben zo erg aan het concentreren. Oh, oké. Ja, ik ben... Oké, je moet gewoon door. Ja, wat moet ik doen dan? Vragen. Kelp, je auto rijdt weg. Je moet opschieten. Hup. De auto moet al bijna klaar zijn. Doorzuigen. Hé, hey, je loopt in de weg. Ja, hou je weg. Kelvin, je bent bijna bij het einde. Oh. Schiet op. Zit je een beetje mooi in beeld? Ja, stil maar gewoon. Hé, ja, we zijn klaar. Kort. Oh mijn god. Ik snap niet waarom jij dit werk doet. Wat geef jij jouw ervaring als cameravrouw? 1 ster. Ik vond de auto was zeker 4 sterren. Ik hou ervan. Actie. Gaan. Hopelijk staat het er een beetje mooi op. Het voelde in mijn hoofd super cool. En aangezien deze video in samenwerking met Young Ones is, was onze volgende werkplek het kantoor van Young Capital. Ik heb gewoon voor het eerst weer collega's. Ik vind het echt leuk. Hey collega. Hey. Hi. Hey collega's. Hallo. Hey. We moeten eens een edit in elkaar flansen. Maar dit wordt de beste edit die ze ooit gezien hebben. Echt. Oké, wij gaan Sanne terugbellen. Ja. Ik ben gewoon zenuwachtig voor dit. Hoi, met Sanne. Hey Sanne, je spreekt met Nina van Young Ones. Vertel, wat wil je weten? Ja, ik hoorde eigenlijk ook van hun dat het soms wel wat lastiger kan zijn om geaccepteerd te worden voor je allereerste klus. Hebben jullie misschien nog tips hiervoor? Oké, wacht even. Daar komt een vliegtuig over. Moment hoor. Ze kan klussen doen die bijna plaatsvinden, want dan is een nood voor een opdrachtgever hoger. Oh, les met de klussen. Ja. Oké, ik ga het doorgeven. Naar klussen gaan waar nog weinig reacties op zijn, want ja, dan heb je gewoon een grotere kans om het te worden. Als ik zeg maar zo'n filter over iemands hoofd doe, dan kan ik die dan ook alweer vinden. En terwijl ik nog zat te zweten op deze fantastische edit, begon Nina al aan haar tweede baantje. Goedemiddag, Young Capital. U spreekt met Nina. Ik doe de deur voor u open. U bent verdwaald. Waar kan ik u vinden? Ik ben klaar. Ik sta open voor feedback. Ik doe er alleen niks mee. Ja.
Ja. Je zit duidelijk nog steeds op eten. Ja. Je bent het niet verleerd. Nee, kan ik dat nog? Hey. Ik had een terugbelgesprek. Niet mijn favoriet. Ik denk... Twee sterren? En mijn tweede was receptionist en dat vind ik heel leuk. Hoeveel sterren? Ik denk 4,5. Ik was even een uurtje editor. 5 sterren. Na een stukje rijden kwamen we aan bij onze volgende werkplek. Ik sta op de markt. Ik ben aan het werk op de markt. Ik ga het eten ophalen van de lieve marktmensen. Let's go. Ja, Nina is hier inkoopmedewerker voor een bedrijf waar je producten van de markt kan kopen en thuis kan laten bezorgen. Nou, 3 keer raden wie de bezorger is. Ik woon nu al bijna 10 jaar in Amsterdam, maar ik zie gewoon Amsterdam te weinig. Dus zo'n job zou voor mij perfect werken. Hi, ik heb wat lekkers. Ah, top. Tot zo. Ja, kijk, je maakt mensen wel blij met deze job. Hi. Ja, of dit is toch voor u? 5 sterren voor deze job. Oké, nou, ik heb mijn taak gebracht. 5 sterren. I'm going. Je gaat me verlaten? Zeker. Ja, dus nu wordt het spannend. Maar dat is misschien ook wel leuker voor de video, want anders is het natuurlijk een beetje vals spelen. Klopt, je hebt me niet nodig. Nee. Daarom ga ik ook. Oké, dag schat. Dag. Inmiddels hadden we er al 9 baantjes op zitten. Maar vanaf nu sta ik er helemaal alleen voor. Fietsenmaker. Waarschijnlijk heet dit swapfietsmedewerker of zo. Maar ik vind fietsenmaker gewoon een mooi beroep. Ik ga deze band binnen 5 minuten ga ik vervangen. Ja, en we gaan geen band verwisselen, maar het hele wiel. Want oh ja, we gaan natuurlijk het hele wiel makkelijker nog. En als ik nou iets helemaal verkeerd doe, dan moet je het ook vooral niet zeggen. De kans staat te wachten, hè, dat weet je. Daar gaan we. Ja. En dit moet denk ik moet ja, aan de binnenkant? Nee, die moet aan de buitenkant. Dan moet er nog wat tussen. Ja, dan moet een lampje ook ertussen. Een lampje erop. Zo? Ja, maar wel andersom. Oh, kijk hem draaien. Kijk hem 6 minuten weer buiten. Hè? Ja, maar ik... Bedankt. Graag gedaan. En jij bedankt vooral. Ja, ik raap hem al op. 4 van de 5 sterren. I'm a pro. Hey, wist je trouwens dat als je via Young Ones een klus doet, je binnen 1 minuut je geld op je rekening kan hebben? Ja, zeker. De opdrachtgever heeft de uren goedgekeurd en dat is in dit geval extra prettig. Stel je wil net als ik snel uitbetaald krijgen, dan klik je op 1 minuut uitbetalen. En dan krijg je het dus binnen 1 minuut. Leef je wel even 2,9% in. Tijd is geld, zo werkt de wereld. Oké, we gaan weer verder, want ik heb nog aardig wat jobs te gaan. Ja, ik sta er helemaal alleen voor, jongens. Dus om het mezelf nog iets makkelijker te maken, heb ik een plek gevonden waar ik eigenlijk 3 jobs op 1 plek kan doen. Op een party. Kijk, bij elke baan is het belangrijk dat je goed oplet bij het inwerken. Want anders snap je niet wat je moet doen. En wacht, wat zijn ze nou over die muntjes? Ik ben ready. Ik krijg nog een muntje. Want dan kun je iets met een beker en dan kun je me ook... Ik weet het ook niet precies. Ja, je mag door. Ja, ik snap het apparaat niet zo goed. Maar ik laat ze... Oh, ik vergeet ook die muntjes. Ah joh, laat me. Dit is voor het statiegeld. Wijst zichzelf. Ja, ik weet niet hoe dat werkt met die bandjes en zo, maar 4 sterren. Ik ga nu naar binnen voor die andere jobs en ook voor een kleine vissa. Want ja, er moet ook een klein beetje gepartied worden. Barbecue, kalfijn, tang. Wat wil je dat ik doe, Stefan? Beetje sla. Is hij al klaar nou? Ja? Gaat hard die barbecue. Oh, we zijn er wel denk ik met deze. Ah, er is intussen gevallen. 12. Ja, 12. Oké, hup. Ik blijf hier nog even doorgrillen, maar dit is 5 sterren. Hartstikke gezellig hier, hoor, maar ik moet door. Wow, dit heb ik gedaan. Nee, dit is Sparoot. Ik tap zo hard als ik kan. Als ik ergens gewoon geen zin heb om weg te gaan, dan krijg je van mij gewoon 5 sterren. 2 bier, oké. Je kan niet alleen maar de leuke dingen doen in het leven, dus... Schoonmaken! Dat moet ook gebeuren, laten we eerlijk zijn. Ah, ik weet niet of dit de bedoeling is, maar... Ah, en dit is altijd het hoofdpunt. Idol! Gelukkig hebben we deze rakken. Het belangrijkste. 1 ster. Ja, het is gewoon niet leuk. Het is belangrijk werk, ik heb respect voor mensen die dit doen, maar... Ik zie mezelf niet tot mijn 65ste doen. Zo, 14 baantjes gehad. We zijn over de helft. Dat moet gevierd worden. Ja. Yeah. Shout-out naar alle schoonmakers. Ja, deze salsa-dansers konden mijn niveau niet evenaren. Dus besloot ik snel door te gaan. Ik kom masseren. Dat mag wel. Nou, zeg maar waar ik heen kan. Ik krijg een beetje soort happy end vibes van deze plek wel. Ik heb versterking meegenomen. You do and I do what you do. Oké. Over je hoofd. How's the pressure? Perfect. Ik ben bang dat ik moet weer door. Dus ik dacht, misschien kan jij hem zeg maar het even afmaken. Omdraaien? Nou, omdraaien, ik dacht misschien niet. Ik wist niet hoe snel ik hier weer weg moest. 2 sterren, gewoon omdat ik het muziekje wel lekker vond. De avond valt in Amsterdam, maar mijn taak zit er nog niet op. Ik ben uw kapper. Ik ben Guilaine. Hoe gaat het ermee? Gaat hartstikke goed. Wat heb je mooi haar. Ja,
Oh, dankjewel. Dat hoor je toch altijd te zeggen? Had je iets in gedacht? Nou, ik dacht puntjes eraf. Nou, dat is wel een beetje veilig. Maar kijk, ik weet niet hoeveel ervaring je hebt. Heel veel. Waarom doe je dit eigenlijk? Ja, dat vraag ik mezelf ook. Ik dacht zelf ongeveer dit, zo. Nee. Zoiets, toch? Ja, dit is heel erg satisfying. Ja, ik word hier gewoon uitgelachen, maar ik doe echt mijn best. Jezus, wat ben ik aan het doen, man? Ik kan niet knippen zonder mijn signature move te doen. Okay. Mag ik dus mijn signature move bij jou doen? Doe maar. Kijk, pak ik hier het meest prominente, meest prominente plukje. Zo. Dankjewel. It was a pleasure. Ik ben nou niet gaan haten, het was een extension. Dus het is geen echt haar. Grappig. Nou, we gaan weer verder. Hallo Hans. Kelvin, dag Hans. Ik heb eigenlijk nog maar één ding wat ik wil bereiken voordat ik sterf. En dat is dat ik iemand iets mag vragen. Het is de allermooiste vraag, want het antwoord is voor mij altijd nee. Spaart u ook freebies? Nee, die hebben we niet. Freebies? Of doen jullie dat niet? Het is Texaco, is dit. Oh, ze gaat ons nog vragen. Spaart u ook freebies? Oh. Hey, spaart u ook freebies? Spaart u freebies? Nee, hè? Spaart u ook freebies? Nee. Spaart u ook freebies? Hallo, spaart u freebies? Nee, hey, spijt voor jullie. Nee. Oké. Ik vind het een hartstikke leuke poep. Lekker snel, lekker vlot, lekker tempo, lekker kletsen met iedereen. Dankjewel. Hans, ik wens je nog een fijne avond. Vraag het nog even één keer. Of je freebies spaart. Fijn bedankt, hè. Dankjewel. Tijd voor echt een leuk beroep. Ik ben met mijn beste vriend Steven. Ja, maat. Steven kan je kennen van het legendarische DJ-duo Lucas en Steve. Vandaag ga ik even wat produceren. Ik heb niet te veel tijd, dus even snel. Ja, een muziekje producer bleek vrij simpel. Geluidje hier. Ja, die ja, dit is een minst goeie. Tikje daar. Steve was zwaar onder de indruk. Dit is verschrikkelijk. Melodietje erbij. 4 jaar conservatorium gestudeerd, dan zit je hier. En aanschouw, een monsterrit. Ongekend hoe goed. Ja. Monster hit. Het was inmiddels 2 uur 's nachts. 18 baantjes verder en ik was gesloopt. Werken voor je geld is echt vermoeiend. Oké, goedemorgen, let's go. Maar na een korte powernap moest ik weer door. Het is 6 uur 's ochtends. We gaan koeien melken, vriend. Let's go. Ik weet alle ins en outs. Als ik nu ook een foutje maak, dan mag je me ook echt hard uitlachen. Welke nummer was dat? Huh? Die sprong, welke nummer was dat? Welke sprong? Wat heb ik aan, joh? Ja, welke dan? Die daar, ja. Ik zit er niet op te letten. Die zwarte sprong. Moet ik er naartoe lopen? Nee, hoeft niet. Kijk hier. Welke nummer ben jij? Die heeft wel erg veel zin, hè? Ik doe voorste raad en doe jij onderhangen. Hé, man, ik snap deze koe niet. Bro, wat doe je allemaal? Hé, jongen, laat mij dit even... Ik heb een paar jaar uit de running geweest. Ik begin achter. Ga je mij nou vertellen hoe je koeien moet melken? Ja bro, je bent te langzaam. Weet je wat het is? Het is dat ik hem heel erg mag. Maar ik zou wel collega's met hem kunnen werken. Alleen omdat ik hem mag. Tikker! Later jongen. Later pik. Hallo. Hallo. Aangenaam. Ik kom, dit is Molly. Dit is Molly. Molly staat graag op 2 poten zie ik. Ja. Kom maar lieverd. Het is een hond, kijk dan. Het is toch ongelooflijk deze hond? Molly, wat ben jij voor circushond, man? Plas, hup. Ga maar, zo. Psst. Ja, ik geef hondenuitlaatservice, geef ik 5 sterren. Na een klein rondje met deze circushond was het tijd voor een broodje. We willen natuurlijk allemaal ons croissantje, ons chocoladebroodje, onze pain en Delano. Hi. Je gaat me even uitleggen hoe dit moet. Thank you, guy. Bakker. 3 sterren. Ik vind het leuk. Beetje eentonig, denk ik. Ik hoor je denken, Calvin, wat was dit weer een leuke klus, man. Hoe kom je allemaal aan die leuke klussen, man, de hele tijd? Nou, dat kan ik je vertellen. Namelijk via Young Ones. Dus mocht jij nou thuis zitten en als freelancer serieus geld willen verdienen, download dan even de Young Ones app. Maak een accountje aan en voor je het weet ben jij je eigen klussen aan het doen, net zoals ik hier ook. Lekker, man. Oké, door met de video. Sneaky business. Sneaky business. Je handjes vuil maken. Elke schoen kan gepoetst worden. Maar dit schijnt dus gewoon, dit kan gewoon gefixt worden. Ja, laten we het gewoon doen. Deze afgetrapte stapper werd gestoomd, gepoetst, geverfd en zie hier, zo goed als nieuw. Soort van. Kijk, hier en daar zit nog een vlekje. Ja, ik had niet zoveel tijd, oké, dus ik moest er door. Je denkt, hè, waarom ben je bij een huis? Nou. Hallo, ik kom even op deze kinderen passen. Okay, nou, tot straks. Wat willen jullie? Willen jullie chillen? Willen jullie, hebben jullie al gegeten? Willen jullie mee in elkaar slaan? In elkaar slaan? Hey, dit was niet afgepraat. Maar ik zou alles...
Oké. Waarom denk je cola? Hé, eigenlijk, ja, waarom giet je het leeg in de prullenbak? Waarom giet je je cola leeg in de prullenbak? Dit is voor jullie. Dit is. Is er prik in? Dit zit prik in. Lekker! Dit is mijn vriend. Vind je het echt lekker of zeg je het gewoon omdat ik het omdat ik er ben? Ik vind het gewoon lekker. Oké, let's game. Oppas zijn is het chillste beroep ooit. Vooral omdat het gewoon slapend geld verdienen is. Het enige nadeel was dat ik met 3,5 uur slaap dit tukkie iets te lekker vond. En die kids je dus gewoon niet wakker maken. Met nog 1 uur voor mijn laatste baantje racede ik naar het laatste adres om daar mijn eigen personal trainer te verrassen. Ga ik kapot maken? Of ik jou? Maar jij dacht dat jij hem ging trainen, maar hij gaat jou trainen. Even serieus! Dit ik onthoud alles! Je bent dinsdag weer bij mij. Nou, let's en daar ging ik. Met mijn ziel onder mijn arm gaf ik Roel een serieuze training. Wat een topberoep. Zelf niks doen terwijl iemand anders kapot gaat. 5 sterren. Maar de grote vraag is natuurlijk, is het me gelukt om al deze 24 baantjes binnen 24 uur te doen? Vieze wc's, hitsige koeien en kids die me wakker hadden moeten maken. Ik heb het allemaal gezien. Alle 24 baantjes zijn volbracht binnen